Ik heb altijd zin in de Zesdaagse van Gent. Dat is iets wat ik toch wel naar uitkijk. Een week, een bijzondere week voor mij in het wielerjaar. Dus kijk er naar uit dat het maar zo rap mogelijk mag starten. Het belooft een bijzondere editie te worden. Je rijdt aan de zijde van Mark Cavendish. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje iets speciaals. Ik denk zeker voor het publiek ook. Het feit dat Kev naar Gent komt. Maar het is niet enkel ik en Kev natuurlijk. Het is een heel, heel sterk deelnemersveld met nog tal van andere favoriete ploegen. Dus het belooft een hevige, maar hopelijk mooie strijd te worden. Net zoals vorig jaar. De vorm, de conditie is goed. De gezondheid is natuurlijk een beetje gehavend na vorige week. Maar ik heb er vertrouwen in dat hij in orde komt. En ik heb er alle goede hoop in. Ik ondervind vrij veel last momenteel. Maar als ik dat vergelijk met... Met 3 dagen geleden, net na de valpartij, dan is dat een wereld van verschil. Dus ik hoop dat de volgende dagen hetzelfde effect opbrengen. En dan sta ik dinsdag vrij fit aan de start. Op sportief vlak is dat wel schitterend dat we zo'n event al decennia lang in Gent mogen laten doorgaan. En daarnaast is dat wel een bijzonder belangrijk dat vanuit Hans Vlaanderen mensen naar hier toestromen om die fantastische evenementen te kunnen meemaken. Ik zit daar ook 6 avonden echt op post, wat ook voor mij belangrijk is. Er wordt daar ook veel tijd in gestoken, zowel vanuit de diensten, maar ook van verschillende instanties. Dus het is wel bijzonder belangrijk dat dat in goede banen worden geleid. Maar voor mij is dat echt gemakkelijk, omdat Rob en Patrick, die hebben jaren ervaring met die organisatie. Dus alles verloopt zeer goed. En ik hoop dat dit jaar ook een fantastische editie wordt. Je bent natuurlijk kind van het huis. Verwacht je opnieuw om het publiek op je hand te kunnen krijgen? Ik ga in ieder geval mijn uiterste best voor doen. Mijn momentjes eruit pikken. Maar natuurlijk de concurrentie van Gentenaars of van renners uit de streek wordt steeds groter. En we kunnen die rol van publiek entertainers een beetje gaan verdelen nu. Jasper de Buist, lijf Lampader. Het is bijzonder, hè, omdat als Belg zijn dan is dit eigenlijk de enige zesdaagse die telt. Het verschil tussen Gent winnen of ergens anders winnen is immens. Zeker naar prestige en naar media gezien. Ik denk, als ik vorige maand in Amsterdam win, dan komt dat wat in het nieuws en dan gaat er iets over gezegd worden. Maar Gent is een groot ding in België en dat is voor ons ook alleen maar leuk.